In de huidige discussie over de eurocrisis zie je dat veel mensen pleiten voor zowel hervormingen als voor bezuinigingen op de overheidsbegroting. Er bestaat eigenlijk juist een afweging tussen die twee. Als je alle twee tegelijk doet, knijp je de economie te veel af. Bezuinigen is een overdracht van welvaart tussen huidige generatie en toekomstige. Door te bezuinigen reduceren wij geleidelijk aan de staatsschuld. En staatsschuld is eigenlijk gewoon een rekening die wij bij onze kinderen neerleggen. Een hervorming heeft vreemd genoeg vaak diezelfde eigenschap. Neem het voorbeeld van taxivergunningen. Een taxivergunning is eerst en vooral bevoordeeld, beperking van het aantal taxichauffeurs, bevoordeeld taxichauffeurs, omdat zij door een beperking van het aanbod hogere prijzen kunnen vragen. Ze krijgen monopoliewinsten. Maar er gebeurt meer dan dat. Het is niet alleen een transfer van het publiek wat meer voor zijn taxis moet betalen naar de taxichauffeurs, maar het is ook een transfer tussen generaties. Want die taxichauffeur kan zijn vergunning straks verkopen aan zijn opvolger. En wat verkoopt hij daarmee? Daarmee verkoopt hij het recht op die toekomstige monopoliewinsten aan zijn opvolger. En die opvolger schiet er eigenlijk geen bal mee op. Want weliswaar krijgt hij daardoor die toekomstige monopoliewinsten, maar daar heeft hij al voor moeten betalen aan die vorige taxichauffeur. Dus in feite, doordat die taxivergunningen verhandelbaar zijn, komen alle monopoliewinsten van nu tot in de eeuwigheid eigenlijk voor rekening in de zakken terecht van de huidige generatie taxichauffeurs. Als je dus hervormt en die taxivergunningen afschaft, dan toekomstige generaties taxichauffeurs hebben daar geen last van. Ze krijgen minder voor hun werk, maar tegelijkertijd hoeven ze ook niet meer te betalen voor de taxivergunning. De huidige generatie krijgt eigenlijk de volledige last voor zijn rekening. Namelijk, de taxivergunning wordt plotseling waardeloos. Dat is de analogie. En als je praat over hervormingen, bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek, als je daarin gaat hervormen, dan praat je ook over welvaartsoverdracht tussen generaties. Ja, nou, precies hetzelfde speelt inderdaad bij de hypotheekrenteaftrek. De hypotheekrenteaftrek leidt ertoe dat huizen meer waard zijn. En waarom is dat? Omdat je door een huis te kopen ook het recht krijgt op hypotheekrenteaftrek. Als je dus, zoals wij dat noemen, balance budget, met sluitende begroting, de hypotheekrente afschaft, en renteaftrek afschaft, dat betekent geen aftrek meer, maar wel lagere belastingen daarvoor in de plaats, dan nog heeft de huidige generatie huizenbezitters daar last van. Want hun huis wordt minder waard, want door hun huis te verkopen aan een opvolger, die opvolger heeft inmiddels niet meer het voordeel daarvan van de hypotheekrenteaftrek. Dus hun huis wordt minder waard. En dus betekent dat uiteindelijk dat zij daar last van hebben, armer worden, terwijl hun kinderen daar rijker van worden. Want zij hoeven minder te betalen voor het huis, krijgen weliswaar geen hypotheekrenteaftrek meer, maar daarvoor in de plaats lagere belastingen. Met andere woorden, als je met gesloten rekening voor de overheid de hypotheekrenteaftrek afschaft, dan heeft de huidige generatie daar last van en hebben toekomstige generaties daar baat bij. En dat lijkt in die zin precies op een reductie van staatsschuld. Terug naar de afweging tussen hervorming of bezuinigen. Waar kiest u dan voor? Nou, dan hebben hervormingen over het algemeen de voorkeur. En dat is om de volgende reden. Als je denkt aan bezuinigen, dat gebeurt vaak op een combinatie van twee manieren, namelijk belastingverlaging en bezuiniging bij de overheid. Neem nou die belastingverhoging. Neem nou die belastingverhoging. Belastingen werken verstorend. Dat heet Harbergen-driehoekje in economenjargon. Dat Harbergen-driehoekje wordt groter, de verstoring wordt groter. Bij een hervorming zie je het omgekeerde. Die taxivergunning of de hypotheekrenteaftrek, nou, de taxivergunningen, daar is het makkelijkst mee, die leidt ertoe dat de taxis te duur zijn en dat daardoor te weinig taxidiensten worden gebruikt. Dat is ook een Harbergen-driehoekje. Dat Harbergen-driehoekje wordt juist kleiner door de hervorming. Dus een hervorming maakt Harbergen-driehoekjes kleiner. Bezuinigingen maakt Harbergen-driehoekjes groter. Dus als je kunt kiezen tussen die twee, heeft hervorming eigenlijk de voorkeur. Daar moet je mee beginnen. Ombuigingen zijn eigenlijk, moeten ook gebeuren af en toe, maar hebben minder de voorkeur als hervormingen.